doe je het niet, dan ben je niet consequent. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag alweer. Laatste dag van de week. Ja, we zijn er weer aangekomen. En wel met moeite, want ik had vanochtend heel erg moeite om op te staan. Dat komt omdat ik op de bank in slaap was gevallen. Ken je dat? Dan val je dus tijdens een hele saaie film, die Bart per se wilde zien, in slaap. En dan word je wakker en dan denk je, moet ik hier anders maar gewoon blijven liggen? Want ik heb niet eens de energie om op te staan en om naar bed te lopen. Zo erg is dat. En dan kom je aan in bed, heb je met thee gezien, je tanden toch nog gepoetst. En dan ben je weer wakker. En dan kan je niet slapen. En toen heb ik een paar uurtjes wakker gelegen en dat is niks voor mij, want ik slaap altijd heel goed. En dus was ik deze ochtend zo brak. Maar ik ga nu een shaky maken. Dan ga ik lekker sporten. Toch wel. Ja. Ondanks dat ik het heel druk heb. Ik dacht al van nee, ik heb het eigenlijk veel te druk om te sporten. Maar nee, ik ga gewoon toch even 3 kwartiertjes. En dan ga ik vol gas alle dingen doen die ik moet doen. Zoals werk. En dan aan het einde van de dag gaan we lekker naar vrienden van ons. Barbecue voor de verjaardag van een van de kinderen. Dus blijf vooral kijken. Havermout, banaan, kaneel, amandelmelk en een schepje eiwit. Tada! Yay, mijn fitboy vriend is er weer. Joris, hij is terug uit Curaçao. En hij komt zomaar hier binnen gelopen. Lekker trainen samen. Kijk hem slank gebleven zijn aan de vakantie. En dat in Curaçao, hoe kan je daar slank blijven? Super brown. Wow, goed. Ik moet dit nu wel trainen, want ik moet elke keer in elke vlog dit doen. Nou, ik heb toevallig gisteren een video gemaakt tegen zwabberarmen. Als jullie deze video zien, dan is die afgelopen zondag al online gekomen. Zo, gesport, gegeten en gedoucht. En nu weer lekker verder met de dag. Trouwens, je begint al een beetje te zien. Ik heb mijn haar net gewassen. Nou, het is nu nog nat. Maar het begint al een beetje te zien dat ik dus nu 2 keer met die grijs shampoo heb gewassen. En dat het al een stuk lichter is geworden. Sterker nog, ik ga ermee stoppen. Want het wordt hier nu weer heel erg blond in de punten. Of ik moet het misschien nog 1 keer doen. Maar dat ik het dan alleen bovenin een beetje doe. Zo, ik ga nu in ieder geval verder met wat pakketjes opsturen. Die ik had verkocht via Marktplaats en United Wardrobe. En dan moet ik Jola alweer ophalen van school. En dan gaan we nog even wat cadeautjes kopen voor vanmiddag. Zo zitten we op woensdag in onze bikini in de auto. En zo zitten we op vrijdag weer in onze winterjas. Met 15 graden. Daar word ik best een beetje zagrijnig van. Jola gaat naar de vriendjes toe hoor. Barbecue. Dat is allemaal lekker gemaakt, lekker gegeten. Zeg je? Duw je? Doei Jola, we gaan! Doei Jola! Doei Jo! Doei Jo! We wachten nou even! Nee, we lopen door. Doei Jola! Ja, ik verlaat je, doei! Laat je door, dit is niet goed. Kom, hoezo? Moet ik niet doorlopen? Omdat je eerst zegt we lopen door en dan doe je het niet, dan ben je niet consequent. Iets komt al. Janne! Nog even een ditje, nog even een datje, nog even een zusje. Ja joh, nog even op het bankje. Kom op, gaan! 2 hours later.
Hè? Ja, je wilt tot in de nacht blijven spelen, jij. We zijn weer thuis. Oh, finally. Jammer dat de pindarotjes op zijn. Pindarotjes weer op zijn. Ja. Wat? Grapje. Ik heb er nog twee. Moeten we hem al afsluiten of sluiten we hem straks af? De vlog. Het is wel donker. We gaan nu en als we het dan straks vergeten, dan hoef ik het niet te knippen. Ja. En anders knippen we het eruit en doen we het ook nu. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. En het is vrijdag vandaag, dus we zien jullie maandag weer met een nieuwe vlog. Lekker nummertje. Ja, zeker. Mooi afsluitnummer. Niet vergeten te abonneren, want dat is...